Hoeveel pijn doet de steek? Omdat het familie is van de bij, zou ik het vergelijken met een bijensteek. Ah! Dit zijn Emma en Jurre. Samen geven zij zich over aan de natuur. Onder toezicht van bioloog Roy en dokter Addy worden zij gestoken, gebeten en geprikt. Nee! Zijn onze wilde dieren echt gevaarlijk of is de angst groter dan het gevaar? We komen erachter wanneer de wilde dieren steken en prikken. Tongbreker, doe mee. Nee, dat kan je, want je kent hem nog niet. Doe hem gewoon. Ja, toen mijn tackle jouw tackle tackelde, tackelde de getackelde tackle jouw tackle terug. Welkom bij Steken en Prikken. Wow. Vandaag wordt één van ons geprikt door... Ik hoor hem al, volgens mij. Ja, de hommel. De hommel, eindelijk de hommel. Ik vind de hommel heel leuk. Eigenlijk is het een leukere versie van de bij. Oh, en dan is dit de aardhommel. En met de aardhommel hebben we nog wel bijna 20 hommels in Nederland... die overigens bij dezelfde familie horen als de bijen. Daarom is het zo leuk dat de Engelsen bumblebee en bee zeggen. Maar wij zeggen gewoon hommel en bij. Ik snapte hier helemaal niks van wat je zei. Nee? Wat? Dit is gewoon een bijachtige, maar dan noemen we het een hommel. Ik ben niet heel erg bekend met de hommel, want ik haal ze dus altijd door elkaar. En hommel, bij, wesp, is allemaal één pot nat. Maar even, wat is het verschil tussen een hommel en een bij dan? De hommels zijn altijd wat bollig en hebben altijd zo'n winterjasje aan, zou ik maar zeggen. Een harig winterjasje. Bijen zijn ook wel een beetje harig, maar veel minder. En die zijn wat kleiner en smaller. Hommels bestuiven ook andere bloemen. Ze hebben een wat lange tong. Hebben hommels tongen? Een hele lange roltong. Die prikken ze dan zo uit en dan gaan ze zo in de nectar van een bloem zitten. Zo doen bijen dat eigenlijk ook, alleen dan bij kortere bloemetjes. Heb jij een lange tong? Emma wint. Ze zoeken. Doe nog eens. Jij kan het puntje van je kin aanraken. Wow. Eigenlijk vind ik dat het allerleukste aan de hommel. Dat hij een super lange tong heeft. Ik heb ook best een lange tong. Dus ik voel me wel verbonden met de hommel. Waarom zou een hommel mij steken? De werksters steken als je hun kolonie bedreigt. Dus als je te dicht bij het nest komt, als je de koningin kwaad wil doen. Of je pakt een hommel op en je maakt hem bang. Dan kan die ook uit afweer steken. Hoeveel pijn doet de steek van een hommel? Omdat het familie is van de bij, zou ik het vergelijken met een bijensteek. Een bij die verliest daarnaast ook nog zijn angel, waardoor de steek nog iets meer zeer doet. Oh ja, want ik dacht dat een hommel doodging. Ja, nou, de honingbij die sterft na het prikken. Zijn angel heeft een soort weerhaakje die achterblijft in de mens. Maar een heleboel andere bijen, waaronder ook de hommel, die sterven niet nadat ze geprikt hebben. Hoezo dan niet? Die hebben geen weerhaak aan hun angel, dus die steken één keer en kunnen wegvliegen met behoud van angel. Nou, hou ons dan alsjeblieft niet langer in spanning. Nee. En zeg wie er geprikt gaat worden. Oké. Degene die gestoken gaat worden door de grote aardhommel... Och, die naam alleen ja, al. Ja, inderdaad. Het is echt angstaanjagend. Dat is... Het is... Emma. Oh! Yes! Kan je anders nog wat blijer zijn misschien? Yes! Ja, laten we het niet onder stoelen of banken steken. Maar Emma is ook gewoon een stoere meid, hè. Dus die kan dit gewoon aan. Dus die is hier veel meer geschikt voor. En dan kan ik er gewoon voor er zijn. This is gonna be a good day for me, yeah. Not for you. Ik ben helemaal niet goed met angels. Ik hou niet van naalden en prikken. Ik heb liever een beet dan een steek. Is het ook vervelend voor de hommel dat hij mij gaat steken? Het is een afweermechanisme. Ze doet het alleen als het noodzakelijk is, maar ze leven door en ze zijn echt heel sterk. Hommels kunnen veel aan. Zo klinkt het ook, een hommel. Ja, dat vind ik ook. En hoe sterk zijn ze dan? Nou, ze kunnen 60% van hun lichaamsgewicht tillen. En dan toch nog blijven vliegen. Om dat nou een beetje zichtbaar te maken, dan hebben we wat op bedacht. Bro, dit is, wat zit erin? Dat is één. Het is de eerste keer dat ik jou zie lopen, inderdaad. Hoor. Inderdaad. Kijk, als jullie nou... Dat is gaan tillen. Emma, jij eerst. Oh, twee. Alle ik zet vier, het op je rug. Alle vier. Kom eens, ik zet het okay. op je rug. Oh. Oké, één. Oh, twee. Oh. Gaat het nog? Oh my god. Voor jou zijn drie ongeveer genoeg, Emma. Dus als jij nu kan doen alsof je vliegt... Probeer eens te springen. Klein sprongetje. En? Wow. Nou, dat is dus wel echt lijpzwaar. En die hommels die dragen dat dan of vliegen dat terug naar hun nest? Ja. Ze zijn dan zo zwaar omdat ze zo zijn bestuift? Hè, maar wat zijn die vleugels dan sterk? En nu dan, en nu dan kunnen vliegen. Kan je nagaan? Oh. Doe eens een sprongetje, ja. Jurre. Oh.
En hoe lang kunnen ze dan vliegen met dit gewicht? Ja, een paar honderd meter. En het is ook nog in vergelijking tot hun lichaam een paar honderd meter. Hè? Dus het is echt niet... Word je moe van, joh? Nou, zo sterk dus. Waanzinnig. Respect voor de hommel. Ja, echt respect voor de hommel. Wauw. Dit is dus de aardhommel. De hommel is een lieverd, want zij steekt veel minder snel dan wespen en haar zusje, de bij. De aardhommel kan je herkennen aan haar dikke bontjas. Die houdt haar lekker warm. Door dat vachtje kan de aardhommel al bij 2 graden naar buiten om een nest te bouwen. Maar met zo'n harige vacht blijft er ook sneller stof en vel hangen. Daarom moet de hommel zichzelf vaak even schoonpoetsen. En waar woont de hommel? Verschillende soorten hommels hebben verschillende manieren van wonen. Dus je hebt hommels die in hun eentje wonen en koloniehommels. En deze die leven bijvoorbeeld in hoeken van je tuin onder een emmer of een bak. Dan maken ze van aarde en van rommel maken ze echt een soort nest, een kolonie. Oh, daarom heet die aardhommel. Hey. Aha. Nu heb ik hem. Dus hij maakt gewoon een huisje in de aarde, net als een mol. Ja. Wow. En ze maken vaak wel een beetje gebruik van beschutting, hoor. Dus als er bijvoorbeeld een plank ligt of een schutting, dan houden ze dat een beetje als zijkantje. En dan maken ze daaronder een nest. Ze maken echt huisjes. Klopt. Ze gebruiken ook onze spulletjes. Ja. Wauw, wat cool. Maar voor mijn gevoel zie ik echt altijd vrij weinig hommels, maar veel meer wespen. Nou, het gaat ook niet zo heel goed, hoor, met de bijen en hommels in Nederland. Wij hebben ervoor gezorgd dat heel weinig van hun voedsel beschikbaar is. Dus we zorgen ervoor dat er te weinig bloemetjes zijn in het voorjaar. De nectarbloemen, die missen ze een beetje. En dat komt omdat we overal maar stenen neerleggen en asfalt neerleggen. Dus we moeten gewoon wat zorgvuldiger met ze omgaan. En misschien wat vaker bloemen planten in plaats van steen neerleggen. En hebben hobbels nou ook zo'n hele... Jij noemt ze hobbels. Nee, hobbels. Jawel, jij zegt hobbels. Hobbels. Hommels, ja. Je zegt hobbels. Nee, hommels. Nee, maar jij zegt hobbels. Ik zeg heel hobbels. Jij zegt hobbel. Kunnen we alsjeblieft naar het steekmoment? Zeg nog één keer hommel. Hommel. Ja, goed zo. Kijk nou hoe schattig ze zijn met haar dikke winterjas. Nou, schattig, ze zijn juist stoer. Weet je hoe sterk ze zijn? Ja, en die tong, bah. Ja, maar ze gaan je niet likken, ze gaan je prikken. Ja, vertel mij wat, Jurre. Roy, wat ga je zo met me doen? Ja, ik heb 1 hommel uit het terrarium gehaald. Die zit in dit buisje. Ik zet zo het buisje op jouw hand. Dat katoenen bolletje bovenin, dat druk ik naar beneden, langzaam. Maar het is heel zacht natuurlijk, dus het drukt zachtjes op de rug van de hommel. En als die begint te prikken, dan trek ik het katoen weer omhoog. En hopelijk gaat de hommel dan ook mee terug het buisje in. Oké. Oké, ben je er klaar voor, M? Nee. Oké, komt-ie. Oké. En dan nu, de grote aardhommel. Het moment is daar. De hommel gaat mij steken. Ik zie die hommel een beetje zo heen weer bewegen en hij gaat ondersteboven en op de kop. Ik voel al die haartjes, omdat het kriebelt gewoon een beetje. Dus ik word er een beetje zenuwachtig en gespannen van. Hommel, hommel, hommel. Hommel. Je weet niet wanneer de steek komt. Je ziet hem zitten, je ziet hem een beetje zo pulsen zo. Je ziet zo dat kontje zo een beetje zo heen en weer gaan. Maar hij steekt niet. En je weet dat hij het wel gaat doen. Maar gewoon niet wanneer. En uit het niets... Tjak! Au! 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 Het doet echt pijn. Het is niet chill. En ik zie ook dat die hommel omhoog vliegt, waardoor die angel een soort van zich uitrekt. En die angel die gaat maar niet uit mijn huid. Oh ja! Oh, ja, ja, angeltje eruit. Oh. Zo'n kleine angel, maar zoveel pijn. Oké, we hebben een kijkersvraag van Joris. Wat zou je doen als je een dag een hommel was? Ik zou jou helemaal lekker prikken. Nou. Ja. Joris of ik? Jou. Oh. Oh, dit doet wel pijn, hoor. Zal ik je proberen te helpen? Ja. Oké. Arie, het doet best wel pijn. Wat is het eerste wat moet gebeuren? Wat ik ga doen is met dit apparaatje het gif proberen eruit te zuigen. Oké. Ja? Dan gaan we een vacuüm maken. Oh. Ja. En ik kan hem ook loslaten. Oh. Wachten we heel even. Soms is het al in je lichaam verspreid of onder de huid verspreid. Oh. Nou, fijn. En dan komt er niks meer uit. En is het dan niet erg dat er gif in je arm zit? Nee, het is echt maar een heel klein beetje. Dus dat, als het eruit komt, is het fijn. En als het er niet uitkomt, nou ja, dan komt het er niet uit. Gaan we het verder behandelen. En dan gaan we een beetje van de koelzalf erop smeren.
De koelzalf. Die komt altijd terug, hè, Jurre? Altijd de koelzalf. Werkt bij alle insecten. Het is altijd de koelzalf. En is het ook dik, of niet? Ja, ik kan het wel zien van hier. Ja, volgens mij is het wel een beetje een bult. Wow, het is best wel een beetje dik. Zie je de bult? Ja. Wat zorgt ervoor dat het een bult is? Ja, dat is de reactie van het lichaam op het gif. Dus de huid wil eigenlijk zorgen dat het gif alleen op dat plekje blijft. Dus die zet allemaal van die wallen, van die dammen op om het wat dikker te maken, zodat het niet verder doorstroomt. Wow. Dus het wordt allemaal wat dikker als reactie op het gif. Wat cool! Hoe voelt het nu met de koelzalf? Het is wel minder. Ja? Ja. Wat je ook kan doen om het nog minder pijnlijk te maken, is een natte lap. Dus het gaat wel nat worden. Ja, kom maar door. En gewoon goed nat met koud water. En wordt het dan minder? Ja, de pijn wordt wel minder. Ik voel nog wel dat mijn huid samentrekt, dat het een beetje gespannen is rondom het steekplekje. Maar ja, het steekmoment vond ik echt heel pijnlijk. Welk cijfer geef je dit op de pijnometer? 1 is een kusje, 10 is je arm eraf. Dan geef ik de grote aardhommel een 6. Zo, nou je bent niet te zuinig. Hij prikte best wel venijnig. Maar moeten we er bang voor zijn, denk je? Nee. Het duurde heel lang, toch? Jawel, want als die prikt, dan doet het pijn. Ja, de prik zelf doet wel pijn, maar als jij niet in de buurt van een hommelnest komt... Ja, en het gaat heel slecht met de hommels, dus we zien er al steeds minder. Dus we moeten eerder gaan zorgen voor de hommel dan dat we ons zorgen hoeven te maken over de hommel. Waar is de hommel eigenlijk? Ja, die heb ik veilig vrijgelaten, net als de andere uit het terrarium. Die vliegen weer vrolijk in het rond. Kijk, wat goed. Oké, nou dan rest ons nog één ding, denk ik. Nou, zwaaien? Zwaaien? Ja. Zwaaien. Oh, lekker, man. Kijk, ik speel een onzichtbare piano. Bili, 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 bili.